Nou ja, echt dat stomme cliché van mensen laten lachen en mensen laten huilen. En mensen een goed gevoel geven. Bijna zo'n beetje dominee-achtig. Bijna, dat ze toch met een beter gevoel eruit komen. Met een beetje gevoel van hoop. Dat vind ik belangrijk. Nou, ze heeft niet veel voor je overgelaten. Je kamer gesproken. Ja. Steven Breuzink in Pinoza is een van de ontelbare rollen van acteur Marcel Hensema. Momenteel toert hij door Noord-Nederland met de voorstelling Mijn Ede. De opnames voor een nieuwe tv-serie, Hollands Hoop, zijn net afgerond. Een serie die gedeeltelijk in Groningen is opgenomen. Ik had het ontzettend druk tot gisteren. Ik had gisteren de laatste draaidag. En nu wordt het wat rustiger. Nu speel ik alleen nog maar mijn Ede de komende 2 maanden. Ben je moe? Ja. Er is echt zo'n last van me afgevallen gisteren. Of last. Ik bedoel, het was fantastisch om die serie te draaien. Maar ik had een hele grote rol. En ik zat in iedere scène, elke dag, vanaf april tot nu. En we zijn nu half november zo'n beetje. Zo. En actie? Ik speel een psychiater die in een tbs-kliniek werkt met zwaar gestrafte gevangenen. En die krijgt in aflevering 1 burn-out en hij erft de boerderij van zijn vader. Zijn zoon die blijkt een wietplantage op zolder te hebben, zijn vrouw wil van hem scheiden. En hij komt aan op die boerderij van zijn vader. Ze rennen maïsvelden in en ontdekken ineens een gigantische wietplantage. En dan gaat het los en het blijkt dat zijn vader tot aan zijn nek in die business zat. En hij wil daarvan los, maar dat kan niet zomaar 1, 2, 3. Zo is het. Jij mag iets langer hier blijven. Ja. Want anders zijn er toch best wel veel tekst. Ja. En jij moet nog helemaal hier lopen. Ja. Marcel Hensema wordt in 1970 geboren in Winschoten. Zijn jeugd brengt hij door in Hoge Zand, waar zijn ouders een snackbar annex café hebben. In Hoge Zand komt hij ook voor het eerst in aanraking met theater. De voorloper van de NMT, de voorziening, die kwam een keer met een tent. Kwamen ze bij ons op een grasveldje voor het huis van mijn oma in Sappemeer. En die reisden daarmee de hele provincie rond. En die speelden toen allemaal voorstellingen in die tent. 3 voorstellingen op 1 dag. En daar heb ik er 2 van gezien toen. En toen dacht ik, ja, dat wil ik ook. En toen ging ik naar de middelbare school, lagere detailonderschool hier in de stad. En toen waren mijn ouders op vakantie, een week. Zonder ons, zonder mij en mijn zus. En toen stond een advertentie in de krant dat ze bij de voorziening iets ging doen en dat ze daar kinderen voor zochten. Nou, toen heb ik daar een briefje op geschreven, een auditie gedaan. En toen kreeg ik die rol. Dus toen kwamen ze terug van vakantie. Ik zei, nou, ik ga toneel spelen in de stad. En, dat was natuurlijk niet de bedoeling, want je moest misschien wel de zaak overnemen van je ouders, of niet? Ja, nou, daarom was ik ook naar de lage detailhonderschool gegaan. Eenmaal aangekomen in Noord. Patatje, oorlog gegeten, bij doodjes, broodjes, bar. Jezus Christus. Op loze dames, para, dieren op het strand. Hazenlippen, jubeltenen. Ja, haringen maar mot. Met Harry Hoyting, je ziet het diep triest. Een gouden tijd gehad met Harry. Ja? Ja, dat is zo leuk. Ja, we begonnen ermee toen we 12 waren, tot ons 18e zo'n beetje. En dan heel vaak gingen we woensdagmiddag of zaterdagmiddag in de Herenstraat staan. En het gemiddelde was 1 gulden per minuut wat we verdienden. Zo. Ah. Nou, op die leeftijd. Ja. We hadden een zak van het geld. Ja. En dan altijd, ik gaf alles uit. En Harry, die had een moeder die daar heel erg op toe zat. Dus Harry spaarde, die kon op geen instrumenten kopen. Ik ben zo blij als ik je tanden Uiteindelijk belandt Hensema op de toneelschool in Maastricht. Als hij die heeft afgerond, wordt hij al snel een veelgevraagd acteur. Met de rol van Koos van Dijk in de Herman Brood film Wild Romance wint hij in 2007 een gouden kalf. Het is niet echt rock'n'roll. Een mof in je hol. Want ze maar die pijn een beetje auseinander. Nog een beetje tiefer bukken. En de shooting. Ontzettend leuke film, alleen niemand heeft hem gezien.
Dat is ontzettend jammer. Hoe kan dat nou weer? Ja, ik denk eigenlijk dat hij net wat te weinig publiciteit heeft gekregen. En en er zijn ook mensen die vinden hem te gelikt, die film over Herman Brood. Die zeggen, het was niet rock'n'roll genoeg. En, maar ik vond het een feest van een film om te maken. Ja? Omdat, ja, dat was hartstikke leuk. Want we draaiden er heel veel concerten bij met heel veel figuranten. Dus stond je 's morgens om 8 uur al zo'n concert te doen waar nep bier door de zaal vloog. En dat was heel erg leuk. En natuurlijk als een vis in het water, omdat ik met dat dialect mocht spelen. Dat was ook weer zo'n rol waar... Waar humor en ze zijn hier naast aan het repeteren, hoor je dat? Ik hoor het, ja. Waar de humor en de tragiek zo naast elkaar liggen. Godverdomme, where are the clothes? Well, where's the fried case? I asked the black boy yesterday night to pick up his fried case. Scotty's gone too, man. Godverdomme! Godverdomme! Now you calm down. That dude, calm down now, yeah? Kutkabouter! Toch ben jij niet een bekende Nederlander. Hoe kan dat? Ja, dat weet ik eigenlijk. Nou ja, ik heb nooit echt een lied gehad. Ik merk ook altijd als lied? Ik ook. Ja, groot. Nooit echt. Ik zit altijd net te tekenen aan zo. Ik geef zeg maar de voorzet en dan de kop zin. En ik vind dat spel ook heel moeilijk om te spelen. Ik bedoel, ik zou niet bij een Ik Hou van Holland kunnen zingen. Of dat soort programma's, weet je wel. Dat kan ik niet. Maar vragen ze je er wel voor? Ik ben er wel voor gevraagd. En op een gegeven moment, als je wil, hè, dan al die redacties van al die spelletjesprogramma's. Oh, die zien, oh, die zit daar. Nou, dan kunnen we wel bellen. En als je in zo'n poeltje zit, dan kan je zo inzetten. En dan kun je van programma naar programma, bij wijze van spreken. En nu zeker met al die reisprogramma's ook nog. De Heilige Graal zoeken daar. En Robinson. En ja, weet ik veel. Weet je, ja. Dat is een industrie op zich. Bekende Nederlanders zijn. Ik merk wel dat ik steeds meer herkend word. Wat ik, maar dat is denk ik ook het effect van Penosa. Die het goed heeft gedaan met het groot publiek. Ja. En een paar keer is uitgezonden. En ik merk wel dat steeds meer. Bijvoorbeeld gisteravond stond ik hier in de stad te pin. En er was een student achter me, een groepje jongens. En ik hoorde ze zeggen, hey, dat is die ene man. Wie dan? Ja, die man die altijd van die verwarde mannen speelt. En toen dacht ik, oh, dit is mijn eerstvolgende rol. Moet een heel zeker type zijn. En, want ik heb net een serie gedaan waar ik ook weer zo'n verwarde man ben. Dus ik denk, oké, weet je wel. We maken allemaal fouten, Steve. Zeg het maar. Carmen wilde mij dood hebben. Ja, wat had ik dan moeten doen? Hè? Had ik moeten wachten? Dat Luther me koud gemaakt had? Of dat ik was uitgeleverd aan China? Dus jij dacht, als ik het nou eens opblaas... Blijf staan. Blijf staan! Wat beschouw je nou als hoogtepunten in je carrière tot nu toe? Mijn Ede. Ja. Ik vind Mijn Ede, vind ik, is voor mij de productie waarin heel veel bij elkaar komt. En daar zit een verhaal in waar ik al mijn hele leven mee loop. Daar zit, een hele hoop humor in. Wat ik heel belangrijk vind en wat ik ontzettend leuk vind om te doen. Ik heb dat nog nooit zo op toneel kunnen doen. Het is voor het eerst dat ik echt, ik heb wel dan die Koos van Dijk ook ooit gespeeld, maar dat ik in het Gronings speel. Er is zoveel wat bij elkaar komt in deze voorstelling. En dat is, vind ik heel bijzonder om te doen. Er is een tiet van kon en er is een tiet van kon. En alles wat ertussen ligt. Sloeg de melk nog maar een droge metworst heen. En een schotse boterham behoorst. Dat vind ik zo lekker, ja. Ja, mag dat wel in zo'n mooi plastic putje slagen? Er zit ook een heel mooi stukje in over de stamtafel. Ja. Dat is ook echt iets uit jouw jeugd? Ja, tuurlijk, ja, rond de stamtafel. Ja. Kom en bij de dokter. Elke zaterdagochtend. Ja. En dat is ook mooi, want ik doe dan een stukje Radio Noord. En dan staat een muziekje op. En dan vraag ik altijd aan het publiek van, weet je hoe laat het is trouwens? En dan kijkt iemand op de horloge en dan zeggen ze, oh, half elm. Jongens, het is half elm. En half elm, er is natuurlijk Tietveur.
En dan roept de hele zaal uit de ronde stamtoon. Ja. Dan komt een muziekje, ja. Ja, mooi is dat. Maar dan luister je ook altijd naar als kind? Ja, ja, tuurlijk. Ja, die mop die leerde je dan uit je hoofd. En die vertelde je de hele week die mop maar iedereen door. Ik mag schoon, ja. We hadden een grenzen, maar van zo'n haaltje in de cafetaria zat meer. Oh, en die hebben zo'n kopen bar. Mam. Dat is toe haaltje, bimiblim. Dat je weer kiegel. Lekker warm. Alle verhalen uit mijn Ede, die zijn ook wel echt gebeurd. Alleen niet per se met die persoon. Of en soms wordt wat smeuiger verteld dan het eigenlijk was. En soms laat je wat weg om mensen die wel iemand erin herkennen een beetje te beschermen. En er zit één verhaal in waar ik ontzettend over getwijfeld heb of ik dat moest doen. En ik ben toen naar de betrokken mensen toegegaan om te vragen, vind je het goed dat ik dit doe? En de naam verander ik. Maar ik vind het heel belangrijk om dat verhaal te vertellen. En welk verhaal was het? Dat is een verhaal over een vriend van mij die besloten heeft om zelfmoord te plegen. Maar die jongen was zo'n onderdeel van mijn jeugd. En ja, ik vond dat hoorde erbij. En ik dacht van ja, is dit niet een beetje... Lijkenpikkerij. Oneerbiedig gezegd. Nog altijd als ik die voorstelling speel, ik bedoel, ik heb nu een keer 40 gespeeld, denk ik. Maar is dat een heel spannend moment voor mij in de voorstelling? Want het is, daar raakt het persoonlijke het meest, dat ik denk, ik moet hier heel voorzichtig mee zijn. Het is de lucht achter Roerhoezen, het is het torentje van Spiek. Het is de weg van langs naar Klooster en de Westpolen langs de Diek. Het ben de Muns, ben de Moer. Wanneer komt nou jouw grote doorbraak? Ja, wat is... Of is hij er al? Nou, wat is een... Ja, wat, nou ja, dat weet ik niet. Wat is een grote doorbraak? Dat iedereen jouw gezicht en jouw naam kent. Is dat een grote doorbraak? Ik weet het niet. Voor de buitenwereld wel, denk ik. Ja. Dat is toch een misvatting. Denk ik. Ja, Ik doe op dit moment het allerleukste wat ik kan. Dit is wat ik wilde. En dat ben ik nu aan het doen. En ik heb het zo naar mijn zin met de projecten die ik doe. En zoals hier, joh, gisteravond in een kerkje in Solwert. Waarvan je denkt, hier kan je geen theater maken. En dan is het zo leuk om te zien hoe die mensen ervan genieten. Of van de week ook een oude boer die kwam naar me toe. Want ik heb 16-jarige tokkies in de zaal zitten. Ik heb commissaris van de Koningin, trainer van FC Groningen. Oude boeren. En van de week kwam er een oude boer en die zegt dan van... Mjou, ik was gek op Ede. Ik hoor van Laken. En ik heb nog nooit zo'n mooie omdat. Ja, nou dan breekt mijn hart. Ja. Dat vind ik dan zo onder... En dat vind ik fantastisch. En dat zo'n man die gaat niet zo snel naar een voorstelling van NNT. Mensen denken, toneel is saai. Dat toneel is helemaal niet saai. Maar je moet een juiste stuk uitzoeken als je gaat kijken. Het kan ook heel vervelend en heel saai zijn. En heel pretentieus en weet ik veel wat. Maar er wordt ook een hele hoop gemaakt wat die mensen de meeste mensen geen weet van hebben. En daar kunnen ze net zo bij lachen en net zo mooi aan bij hebben als... Ja, weet ik veel, bij een Tineke Schouten of bij een Bert Visser. Dat gebeurt ook bij toneelstukken. En daar kan je net zo geraakt worden. En dat vind ik zo leuk aan deze tour van mijn Ede. Dat ik in die dorp speel en dat die mensen een voorstelling krijgen. En dat ze dachten van, oh, daar hebben we nooit gedacht. En daar ontzettend van genieten. En dat vind ik mooi en daar geniet ik ook van.